Op 9 juni organiseert Huis aan het Water in samenwerking met de Rotary een hele leuke amusetour. Het Huis aan het Water is ook een van de plekken waar je langskomt. Daar komt een kok uit Texel helemaal over, die een restaurant heeft en gespecialiseerd is in zoute groenten, zilte groenten zoals ze daar noemen. En nog heel belangrijk, alle restaurants werken belangeloos mee. Ja, we zijn hier bij restaurant Joon. We doen mee met een amusetour voor Huis aan het Water. Je kan hier starten. We hebben 4 verschillende fietsroutes. Je kan hier vanuit naar Marken of naar Huis aan het Water. We hebben hier een mooi visgerechtje van Jan Veerman Vis in Huizen. Ook hebben we een mooi glas van wijn in Port Bart. En alles natuurlijk ten behoeve van Huis aan het Water. Ik hoop dat iedereen een fijne dag heeft en dat het weer mee zit, zodat we er een mooie dag van kunnen maken. Nou, naast de startpunten in Volendam en Monnikendam is natuurlijk ook Marken een startpunt. En dan beginnen we hier bij de Taanketel. We hebben voor jullie een heel leuk programma eigenlijk samengesteld. Leuk hapje. Tartaar van Dorade met gefermenteerd rood fruit en kervel. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Er is ook hele leuke muziek. En de muziek wordt door heel veel verschillende mensen van Marken verzorgd. We hebben bijvoorbeeld de band Force. We hebben het leerlingorkest van Juliana. Een heel leuk koor en nog een aparte wip. Maar we gaan niet alles vertellen, want ja, dat moeten jullie op de dag zelf merken. Alles wordt verder geregeld door de Marker Evenementenstichting, die we heel erg dankbaar zijn dat zij ook hun beste beentje willen voorzetten. En ik zou zeggen, welkom, maak er een leuke dag van. Om de route compleet te maken, kun je tussen Volendam en Marken gebruik maken van Rederij Volendam Marken Express. De fietstocht is ongeveer 20 kilometer lang en de boottocht duurt ongeveer 30 minuten. Of je nou in Volendam start, of in Monnikendam of in Marken, bij de Bottenwerf staat de Mazatruc met een heerlijk hapje en drankje en hele leuke live muziek. De amusetour aan het water. Fietsen en varen langs de parels van de Gouwzee. En ondertussen nog lekker verwend worden met heerlijke hapjes en drankjes en leuke muziek. De deelname aan deze mooie tour kost €47,50 en komt geheel ten goede aan Huis aan het Water. Het is zelfs zo dat Nationaal Fonds tegen Kanker de eerste €5.000 verdubbelt. Daar zijn we natuurlijk super blij mee. We hopen je te zien op 9 juni. Op onderstaande website kan je je opgeven. Dankjewel.